Ja, ik ben in beeld. Ik denk het wel. Dit is even mijn afmaking van een stuk van het Openbare Ministerie. En het is nu 9:30. En ik vind dat jullie minimaal 3 kwartier lang naar mij moeten luisteren. Ik heb het idee dat jullie te dom zijn om in een paar minuten alles te snappen. Ik denk dat jullie echt het nodig hebben om enige tijd naar mij te luisteren. Dit is voorlopig mijn laatste document. Een vlog heet het dan. Over Marianne Vaatstra. Want ik vond dat ik het niet goed afgemaakt had. De laatste keer dat ik het erover gehad heb. Ben ik daarna een beetje, terecht volgens mij hoor, maar afgedwaald. En dit is gewoon de final. Dat is gewoon afgelopen ermee. En om dat duidelijk te maken, heb ik dus de laatste pagina's, heb ik eventjes binnen beeld gehaald. En dit is het laatste stukje. En jullie willen natuurlijk weten, waar hebben we het over? Want je haakt net pas in, dat kan, dat mag, dat is helemaal niet erg. Maar dit is pagina dinges, oh ja, dit is 9 van 9. En dan ga ik even terug naar 1 van 9. Ja. En dit is dan een of ander document van onze fijne regering. Die helemaal niet per se homo's zijn of zo hoor. Echt niet hoor. Je moet niet denken dat je alleen bij de regering mag als je hem ook in je... Liever kips in mijn bips als gewone leverworst. Na 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 na. Helemaal niet. Ben jij gek? Onze overheid, dat is een hele betrouwbare organisatie. Die heeft niks te maken met de antichrist. En dat er in het Oude Testament in het boek Daniel stond dat dit eraan zou komen, dat maakt ons geen reet uit. Liever kips in mijn bips dan gewone leverworst. Na 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 na. Oh, wat kunnen wij lachen, hè, Nederlanders. Ja, man. Vooral als er dan jonge vrouwen uit Friesland gepakt worden. Dan denken wij in Noord-Holland, mooi zo. Hebben ze een Friese vrouw te pakken. In ieder geval niet één van ons. Hebben wij geen schuld. 200 Nederlanders van ons zijn dood bij de MH17. Interesseert ons zeker maar geen kut. Want, kijk, wij zijn pussies, heb je? Wij zijn pussies, man. En ik zei dat het 9:30 was en ik ga door tot 10:15. En misschien wel richting 10:30, snap je dat? You a-hole. Ja, dit was tegen jouw luisteraar, hè? Dat jij nou denkt van, oh, dat was zo'n saaie uitzending van Perry Winkel. Oh, dat hadden ze toch zeur. Nee. Uitluster. Dan leer je nog een keertje taal. Snap je? Logica. En het recht. Kijk, je hebt privileges en je hebt rechten. En het recht van jou is dat jij op deze aarde mag wonen. En daarom ben jij door de Heer, zo zeggen de christenen, mijn vader, zo zeggen de christenen, daarom ben jij gewild. En jij mag hier dus wonen. In de leugen. En wil jij... Zoals in het Talmud staat. Hè? Ik zal het niet. Nee, nu dwaal ik echt af. Maar er staat iets heel erg lelijks in het Talmud. Maar goed, dit gaat over het onderzoek Ali H. Het heeft allemaal te maken met de zaak over de onverwachte dood van Marianne Vaatstra. Marianne Vaatstra, dat was een vrouw, die was 16 toen. En mijn dochter wordt inmiddels gelukkig bijna 17. Dus die is voorbij de Marianne Vaatstra leeftijd. Ik opgelucht. Maar die is toen omgelegd.
En justitie, die stort dus en die denkt van, ja, wat willen jullie? Diarree of kots? Nou, ik vind het kots. Of vinden jullie dit diarree? Dan mag je nu, Perry, oh ja, eventjes mijn e-mailadres, dat is heel belangrijk. Want iedereen denkt, ja, die Perry, die is Illuminati. Dat is een shillman, die werkt voor de overheid en die kan je niet bereiken. Oh nee, joh! Ik woon op de Rodenburgstraat 3-3. 6811 Hendrik Maria te Arnhem. En voor wie dat niet weet, het is bij die katholieke KUDT, ik moet echt oefenen om dat netjes te zeggen, de katholieke KUDT kerk. En daar zitten we momenteel weer te verbouwen. Want dat kost tenminste lekker veel geld. En aan de andere kant zat het arbeidsbureau. En ik zit er tussenin. Ja. Bij de bushalte. En die zeiken tegen mij. Je komt maar langs. Je hebt er het lef om met mij aan te bellen. En ga met mij een discussie aan, man. Homo! En de homo's die je ken, die moeten hierom lachen, hè? Want de homo's die ik ken, dat zijn echte kerels. Net als ik hebben ze geen zin in wijven. Oh, 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 wat kwam dat er weer hard uit, zegt. Nou, 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 is dat wel politiek correct? Is dit politiek correct? Dit gaat over 13 november, er zat geen jaartal achter. En wanneer was dat dan? Bagger van de overheid. Kijk, er is een mooie strip verzonnen. Dat heet de Centripede. Dat heb ik de vorige keer aangehaald en niet uitgelegd. Het gaat hierom dat je lijmt mensen met hun mond op de kont van een ander en dan 100 in het rond. En dan stop je aan de voorkant, stop je daar verse, ja, maakt niet uit, broccoli, varkenslever, zeg het maar. En ieder ander die vreet de stront van de voorganger. En dit zitten jullie te vreten. En dat er een Friese vrouw is doodgegaan, daarvan denken jullie, nou, we maken het uit. Met die 200 dode MH17'ers konden we 200 nieuwe Nederlanders. Nou, ik zou het niet eens zeggen. Nee, als er 200 dode Nederlanders zijn, dan kan je er 300 bij neuken. Gezien de huidige gezondheidszorg, want de rest wordt toch weggevaccineerd. Misschien moet je, als je de 200 dode Nederlanders hebt, moet je er 500 bij neuken. Maar dat is een mooie sekspartij. En dit gaat maar omheen, vrouw. Dus dit is niet interessant. Waar het allemaal op neerkomt. Er wordt een verhaal gehouden over een of andere Ali Hussein Hassan. Die hier wordt genoemd Ali H. Zo heet hij niet. H is geen achternaam in Turkije. Ga het telefoonboek van Turkije erbij pakken en ga maar zoeken op de letterlijke achternaam H. Die bestaat niet. Die bestaat niet. En ze zitten hier hem een beetje geheim te houden, terwijl het helemaal niet geheim is, want iedereen weet dat hij Ali Hussein Hassan heet. En er was een asielzoeker en die is ten tijde van de moord, is die hem pleiten gegaan. En later, een paar maanden later of zo, zat hij op een bruiloft in Turkije. Dus dat is normaal, snap je dat? Wij Nederlanders zijn er hier voor om Turken gewoon hier op de pulpleats een beetje, hij heeft ook nog wiet gedeeld. Maar die arme Turken mogen wel terug naar Turkije voor de bruiloft, snap je dat? En ze mogen ook illegaal met de trein reizen. En als je me niet gelooft, dan ga je die andere uitzendingen maar bekijken. Pakken nu gewoon de laatste pagina. Geen gezeik, iedereen rijk. Ja. Ik ben de grootste vrijmetselaar die jij je maar kan voorstellen. Snap je dat? Een beetje uitvergroteren.
Als ik het niet meelees. De man met het witte petje. Bierbuikje. Dit klopt niet, hè? Daar komt ze dadelijk op terug. En een zonnebril die de vriendin van het slachtoffer op de dag zag lopen. En die zij later meende te herkennen van de foto, was niet Ali H. Hier staat zijn naam. Vieze vuile leugenaars. Ik heb niet veel geld. Maar je krijgt mijn laatste centen, jongen. Ik ga voor jou gitaar spelen bij de Albert Heijn. Als je deze kerels en kutwijven die dit getypt hebben, omlegt. En ik red me wel. Ik ga wel naar de dakloze opvang, snap je? Maar schakel deze kutzooi uit. Je mag niet omgaan met leugenaars. En je mag er vooral geen BTW aan betalen. Weet je waarom niet? Omdat BTW is een afkorting. En de eerste letter van BTW is belasting. En dat mag niet aan dit soort leugenaars. Het was iemand die wellicht slechts qua gezicht op hem leek. Nee! Het was iemand die leek op hem qua kont. Volgens mij. Hij had precies dezelfde waggel. Hoezo qua gezicht? Wat toch over een wit petje? Hij was iemand die wellicht slechts qua wit petje en zonnebril op hem leek. En zo werd Ali Hussein Hassan klein en dik. Snap je hem nog? Jezus. Af en toe moet ik zo huilen. Dan zie ik het gewoon niet meer zitten. Ik speel toneel, hè. Hou daar goed rekening mee. Ik ben strenger dan jij je opa kon voorstellen. Snap je dat? Ze zeiden dat Jezus aardig was. Nee, ik ben aardig. En als je goed naar mij geluisterd hebt, dan weet je dat Jezus niet aardig was. Snap je dat? Je hebt gewoon te zorgen voor je eigen. Oh, mijn Christus. Oh ja, ik moet nog even bij. Dit is toch de laatste pagina. We maken het ons uit. Ik veeg hier mijn kont mee af. Behalve dat dit een PDF is. En ik liever mijn playpapier koop bij de coöperatieve spa. Dus je kan je kont niet afvegen met een PDF. Maar dat is wel het enige wat je met dit werkje moet doen. Hè? Kom op. En printen doe ik dit niet. Het is het papier niet waard. Trefwoorden. Dat klopt niet. Trefwoorden 1. Ja, hier staat trefwoorden. Snap je? Dit is fucking Nederlands. Ja, dat houdt over meer fout. Trefwoord had er moeten staan. En het trefwoord is de zaak Vaatstra my ass. Vaste onderdelen zoeken en dan nog een keer zoeken. Zie je dat? Vaste onderdelen. Wat dan? Ik wil een paginanummer. Een dossiernummer. Zal ik die andere even bijhalen van de MH17? Ik wil gewoon een stuknummer. En dan hoeft het helemaal niet met A, B, C, Z, E, F, G. Met een liggend streepje en een hyphen. Want ik kan Engels. He, of een apostrof. Dat wil ik allemaal niet. Ik wil gewoon een nummer. Gewoon een eerste nummer noemen we 1. Ja, dat is een heel makkelijk nummer. Heet 1. En het volgende vraagt iedereen zich af. Hoe is het de volgende nummer? Nou, dat is fucking 2. Oh.
Kijk, de nummerborden van de auto's hier in Nederland, heb ik mijn dochter uitgelegd. Daar zit een esthetiek in. Dat is best mooi. Als je er even naar kijkt, hè, dan snap je hem. Dat is heel mooi. Dat is gewoon, ik heb een auto gehad. Nee, mijn ouders hadden een auto. Maar ja, ik was toen zoon. Hè. Dus ik, veilig achterop, bij je ouders op de fiets. Hè. Ja, we hadden een auto. En die heette 1248ZA. Ja, dat is gewoon een geweldig nummerbord. En hier staat vaste onderdelen zoeken / zoeken term de zaak Vaastra ampersand ZO ZOE. Weet ik veel wat er staat. Een spatie of een underscore CLT spatie of een underscore TRFIDT is 55. Haakje sluiten. Wat is dit? Wat het is, er is gewoon een vrouw van ons, van Marianne Vaastra, en hoe die familie in elkaar zat. Dat, waarschijnlijk was er iets aan de hand. Dat kan niet anders. Want mijn dochter is, die had dat voor geen millimeter, voor geen jota-meter mogen doen. Wat Marianne Vaastra kennelijk wel mocht van haar ouders, of wilde doen, of weet ik veel, whatever. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat hier gebeurd is. En wie heeft dat gedaan? Snap je? Ik ben een keer op met mijn ouders was ik op vakantie. En er was er een jongen daar met een caravan. En een obese vriendin. En die heeft toen een 13-jarig meisje gefriemeld. Over geen details wist ik ook helemaal niet. Ik hoorde het alleen maar de volgende dag. En dat stel, die jongen en die obese vriendin van hem, die zijn gelijk vertrokken. Want die vader had daar moeite mee. Want het was niet eens de vader van het kind, maar dat was de vader van dat meisje wiens vriendin gefriemeld was. En dat was in Schorrel. Bij die mooie... Ja, ga maar naar Schorrel, kan je het zelf uitzoeken. En zo duur is dat niet. De volgende dag oprotten. Schande over die jongen. Hij heeft een obese vriendin. Nou en? Zijn keus. En dan bestanden. Zien we dat ook? Dit heet eveneens, ik zal even Nederlands lesgeven, maar bestand, de Engelse vertaling is file. Ja? En dan, dat is echt heel moeilijk natuurlijk, dus file, dat is een dossier, zeg maar. Ja? Dus, en dan en, dat heet meervoud. En hoeveel meervoud zie je hieronder staan? Of wil je de overheid nu gelijk aan zijn anus lul gaan lopen likken? Oh, mag de BTW naar 73% voor de 2025 A.U.B? Ik ga nu voorover buigen. Zodat u, geachte JD, hier gelijk toegang heeft. Want wij lezen geen tekst. Wij zijn domboos. Dus en nu weten we gelijk hoe Ali Hussein Hassan, die werd klein en dik. Want de man met het witte petje. En de man die de persoon op dat moment zag lopen. Dat was niet die man. Zie je dat? De man, ik zal het even aanwijzen. Die man. De betreffende man, die getuige op de dag, op het betreffende moment, op de betreffende plek, dus de man die de getuige zag lopen, even goed aanwijzen, ja. En... waarvan zij meende
dat de foto van hem was. Ja? Dus zij zag een foto van die man waarvan ze dacht, ja, dat is die man. Nou, die foto was dus niet van die man. Was gewoon Ali Hussein Hassan en die moest naar zijn bruiloft. Kijk, dus iedereen denkt, hè, dus er is een vrouw vermoord van 16. En er is een of andere Turk is verdwenen richting bruiloft. En iedereen denkt, ja, die heeft het gedaan. Nee! Ali Hussein Hassan moest gewoon naar de bruiloft, man. En die kon zich niet afmelden. Want die moest een illegaal... Nee, illegaal. Hij heeft helemaal geen kaartje gekocht. Hij ging gewoon op de trein. Hij fuckte Nederland. En ik wil niet overkomen als een of andere rechtsnationalist. Maar ik zou wel een beetje meer rechtsnationalisme hier in Nederland willen. En is dat eikels eruit denderen. En dan worden ze maar klein en dik. Dat maakt mij het uit. Het laatste probeerde ik grappig. Ik weet niet of het echt goed gelukt is trouwens hoor. Ja, goed, dat is aan jullie om te beoordelen. Als je er moet grinniken, dat is wel het beste. Want we zijn hier. Kijk, die Ali Hussein Hassan, die heeft dus echt hier asiel gehad, snap je? Die heeft gewoon asiel gekregen hier in Nederland. En waarom eigenlijk? Ik kan op vakantie naar Istanbul en hij niet. Hij moet hier gratis komen verblijven op de Poolplaats. En dat is Frisk. Poolplaats, zeggen we op zijn Nederlands. Wat doet die Ali Hussein Hassan hier? En die had ook nog een baantje bij een koffieshop of zo in Leeuwarden. En die ging eventjes gratis, illegaal met de trein bij de bruiloft. Want ja, was heel belangrijk hoor. En ik zeg niet dat Ali Hussein Hassan Marianne Vaastra gekeeld heeft. Want Marianne Vaastra is gekeeld. Snap ze dat? Wat proor ik nu een vraas of zo? Er is er gewoon één van ons gekeeld. En ik ben momenteel de martelgang van Kromme Lindert aan het voorlezen. Er staat ook van die leuke anekdotes in. We gaan gewoon even terug, ja? Net zolang tot ik dus vind dat we hiermee klaar zijn. Ik pak hem van onderen op. 2011. Bijna 12 jaar na de moord is, ik lees het niet voor hè, want wat hier staat, ik zal het nog even uitvergroten voor jullie, maar ik ga het niet voorlezen. Dit hoef je niet te zeggen. Bijna 12 jaar na de moord is gebleken dat er geen bijna 12 jaar na de moord is gebleken dat de juiste Ali Hussein Hassan is aangehouden. Dat staat hier. Zal ik het eventjes uitvergroteren? Want ik wil het niet oplezen, snap je? Dan moet ik echt van brakeren. Kijk, dit is een ontkenning. Dit is een ontkenning. Geen. Ja? Dit is ook een ontkenning. Nou, die moet je even van elkaar aftrekken. En doe het maar gewoon met je eerste beste leuke Turkse pornofilm. Maar trek die twee dingen van elkaar af. Dan hou je de waarheid over. En trouwens, ik heb nog nooit van mijn leven een Turkse pornofilm gezien. Dus dat was een grapje. Denk wel dat ze het kunnen hoor. Ik heb hele goede ervaringen met Turken. Als een persoonlijke Turk heb ik nooit een probleem mee gehad. De juiste persoon, ik lees even op hè. De juiste persoon die vermist was,
De juiste persoon is in 1999 in Turkije gearresteerd. Oké. Zijn identiteit is meerdere keren gecontroleerd. Nee, dat helpt. Dat helpt echt. Is het echt wel Piet? We hebben ook nog een Kees gevraagd. En Kees zei ook, ja, dat is Piet hoor. En toen vroegen we nog een Gerard. En zei Gerard, is dat Piet? Ja, zei Gerard, dat is ook Piet. Hoe vaak moet het gecontroleerd worden? Waar is het identiteitsbewijs gebleven? Waarom moet ik, gewoon als ik aanga aan... aangehouden. Ik heb ook tot stand gebracht. Of zo. Ja, weet ik veel. Ik word aangehouden. Ja, moet ik gewoon een ideetje overleggen, of niet? En deze lul, hebben ze meerdere keren naar zijn ID-bewijs gekeken. En ze hadden geen scanner bij de hand. En geen iPhone om het even door te brieven aan het hoofdbureau. Nee, al het internet is uitgevallen. Dus we hebben met z'n allen gecheckt hoor. Leuk is dat. Zijn DNA komt niet overeen met Marianne. Met slachtoffer. Dat mag ook niet hoor. Want hier staat dus... Hier staat haar volledige naam. Ja? Hier staat haar voornaam. En hier staat... echt te slecht voor woorden. Kijk, er is op het lijk, op het stoffelijk overschot van het slachtoffer, is DNA aangetroffen. Dat zal wel. Waarom niet? En dat zal waarschijnlijk wel komen van degene die het is een album geweest. Ik maak het even vrolijk, hè? Uit respect voor Marianne Vaatstra, wat jullie niet hebben. Maar ik heb in Groningen gewoond. En dat dachten jullie natuurlijk niet. Want je dacht, ja, ik ben zo'n lulletje uit het Westland. Hè? Ja. Maar ik heb in Groningen gewoond. En dat was Herman Brood. Die had er big time, man. En die had een album, dat heette Spritsch. En dat sloeg op het spuiten. Nou stel ik jou de vraag. Er is een 16-jarige vrouw. Die gaan we pakken met z'n allen. Want dat is gebeurd. Dat was geen Lee Harvey Oswald, snap je? Dat was een setup. Die is gewoon meegesleurd, man. En voor hetzelfde geld hebben ze er nog een film van gemaakt ook. En dat Prins Friso erbij was... Kijk, dat verhaal vind ik een beetje over de heel, als je het niet erg vindt. Maar dat die familie van Prins Friso hier geen enkel probleem mee heeft, dat snap ik wel. Op een vreemde manier. Misschien nog een andere keer over hebben. Maar misschien dat die familie die al die poen heeft, die van Oranje heette, dat die eens een keer hierover zich de vader des vaderlands moeten laten tonen. En weten, aan ons laten weten wie dit gedaan heeft. Want degene die zijn lul heeft leeggespoten op haar bips. En nu zeg ik dit heel netjes, hè. Als je praat met iemand die weet dat dat mannelijk orgasme, dan krijg je... Ja, en daar zit DNA in. Maar is dat degene die haar heeft omgelegd? Waarom? Het is nu bijna 9:55. En maar waarom? Waarom? Er zijn kwakjes gevonden... Dat was een leuke opmerking van ons vroeger. Ja, dat is een kwakje noemden we dat. Er zijn kwakjes gevonden. Dat zal wel. Ik geloof het direct.
En is dat degene geweest die haar gekeeld heeft? Waarom? Wel, ik kan er een film bij halen. Hè? Ik heb momenteel weer internet. Dus ik kan zo een snufmovie erbij halen hoor. Ik weet ze wel te vinden. Kan je ook met me meekijken? Wil je dat zien? Nee? Nou, doe hier wat aan. Accepteer dit niet. Het kan jouw dochter zo dadelijk ook zijn. Snap je dat? En je kan wel zeggen, nee. Ik heb momenteel met mijn dochter heb ik een hele duidelijke afspraak. Dat zij verantwoordelijk is voor haar veiligheid. En niet ik. Want ik ben fucking 40 jaar ouder dan zij. Dus zij moet maar voor de eigen zorgen. En heeft een vriendje. Ik ben streng voor mijn dochter. Ik tuchtig mijn kind. Maar wie kan dat? Misschien moeten we het allemaal wel kunnen. Ik weet het ook niet. Het is echt een behoorlijke puinhoop. Dat wel. Echt slecht. Het is al jaren geleden dat ik inzag dat wat is het? Dat is een raadsel, hè? Wat is het verschil tussen Europa en Amerika? He, aan de ene kant, snap je dat? Ja? Twee dingen aan de ene kant, Europa en Amerika. En Sodom en Gomorra. Nou, dan moet je even nadenken hoor. Nu moet je even paarden F4, snap je dat? Denk er maar over na. En ik wil alleen maar zeggen dat degene die Jezus in hun hart laten, dat is het antwoord, snap je? Want anders red je het niet. Je gaat mij niet vertellen dat jij in deze maatschappij een business kan opzetten. Dat is gewoon niet waar. Als jij een business opzet, dan komt de pausenis. Maar dat was alleen maar om het te laten rijmen. Maar dan komt de pauzenis bij je langs. Het is best een behoorlijke puinhoop. De juiste persoon, ik ga even verder. Hè? Dus, de juiste persoon. De juiste persoon die aangehouden is, was niet betrokken bij de bedreiging van. Bij de bedreiging. In de Ringo Bar. De twee personen die gedreigd hebben, zijn opgespoord. Oké, er waren er maar twee. En er waren anderen. Zij zijn op verschillende manieren uitgesloten van betrokkenheid bij de moord. Ja, daar gaat het niet om. Ze hebben dus de bedreiging geuit. Ja. En ze zijn uitgesloten van de moord. Nou en? Heb je gehoord van Marc Dutroux? Hoe dat in elkaar zat? Hoe ze meisjes gewoon van straat af plukten? Ik moet nog even denken aan een ander verhaal. Dat wil ik ook nog wel kwijt. Maar wat ik ook weet. Uit eerste hand. Zoals ook gebeurde met enkele andere personen die voor de juiste persoon aangezien hadden kunnen worden. Nee, dit kunnen, ik wil gewoon nu echt bedorven kip. Ik heb een lumpia op. En ik hoop maar dat daar een beetje salmonella in zat. De wat gezette kleine Irakees, die in een Noorse gevangenis zat, is niet de juiste. Nee, want die juiste, die is in 1999 gearresteerd in Turkije. En die was het niet. Snap je hem? Ze hebben de juiste man gearresteerd en die was het niet.
De getuige Veldman. Dat is het verhaal dat het iemand dat er iemand die zat vast in Noorwegen. En hij beweert dat er bij hem in de gevangenis iemand zat met een adresseboek. Met namen van lekkere wijven, zoals Marianne Vaatstra of Bettine Veldkamp of zo. Hoe heet de lekkere Friese wijven eigenlijk? Maar die had dus een boekje met telefoonnummers. Dat wordt gezegd. Of dat waar is, weet ik niet. En hoe ze Marianne Vaatstra gedaan hebben, dat weet ik ook niet. Wat ik wel weet, wat ik zeker weet, is dat onze fijne overheid die aanstuurt op een btw-percentage van 273%, dat die dit soort bagger over ons uitstorten. En het gaat maar door. Dan zegt hij, kijk, deze quotering is fout. Het punt is, kijk, Nederlands schrijven is een kunst. Zoals alles een kunst is en ook Nederlands schrijven. Hè? Je kan ook Dietz gaan schrijven. Hè? Ik ben aan het voorlezen van het werk van A.M. de Jong. En dan schrijft hem Dietz. Echt letterlijk. Dat Brobas. Maar dat is een. Dat mag je dan tussen aanhalingstekens. En voor de rest moet A.M. de Jong in zijn boek De Martelgang van Kromme Leendert. En Leendert, dat is Nederlands. En je zet er de Brobas Lindert. Zo schrijft dat dus ook. Maar dan wist ze gewoon wanneer ze overschokeld van het Nederlands in bullcrap. Of nee, dat is geen bullcrap, maar. Hè? Maar in een angretol. Maar dit is de hele tijd. Quoteje hier, kommaatje daar. Hier doen we één. En daar zeggen we Marianne Waastra. En dan weer Marianne. En hoe durven ze die het naam uit te noemen? De meske is dood. In de Koran staat dat in het leger van de Heer, en ik wil geen christen voor de schenen schoppen, in het leger van de Heer zitten 99 kerels en één kut. Waarmee bedoeld wordt dat die wijven die mogen ook meeblazen. Je moet er niet te veel van verwachten, maar ze mogen wel meedoen. Ik lees weer even voor, gewoon voor de lol, want het is nog geen 9:45. En 10:30 was er ook een afgesproken. Een van de ruziënde asielzoekers was Feik Mostafa. Hij vertelt de politie tijdens een verhoor in mei 1999 dat hij niet met de juist gearresteerde persoon, maar samen met een ander, die ook uit Leeuwarden kwam, in de Ringobar was. Die andere persoon voldoet aan het signalement dat de drie getuigen aan de politie hebben gegeven. De vriend van Feik Mostafa zat tijdens de zat op dat de vriend. Jezus, wat een ingewikkelde zin. De vriend van Feik Mostafa zat toen in de bak. Waarvoor eigenlijk? Openbare masturbatie. Had hij een blond wijfje aan de haren getrokken?
Een klote verkracht in het zwembad. Een winkel beroofd. En dat tuig, dat zit gewoon hier op onze kosten. Ja, dat is wel zo, hè. Ik ga even door. Ik lees hem overnieuw op. Eén van de ruziemakenden was Feik Mostafa. Die komt niet uit Vlachtwedde. Ja, dat mag er wel duidelijk zijn, hè. Feik Mostafa komt niet uit Vlachtwedde. Vlachtwedde schrijf je VLAGTWEDDE. Hij vertelt tijdens een verhoor in mei 1999, waarvan we het dossiernummer niet overleggen. Lees je dit? Hè? Dit is... Ja. Kijk, hij vertelt de politie tijdens een verhoor. Kijk, deze term gaat het om. Oh, sorry. Een. Een of hand... Een keertje heeft Feik Mostafa, die een ruziezoeker was, een keertje heeft een van die ruziezoekers verteld dat hij niet met de correct gearresteerde persoon, maar met een ander daar was. Maar die kwam wel uit Leeuwarden. En die ander, die voldoet aan het signalement dat de drie getuigen... Sorry, welke drie? Bertus. En dat zijn vriend van Mike, Mike Vostafa. Laten we het zo maar noemen. He? Hans Timmer Hans en Mike Vostafa. En zijn vriend, die zat in de bak. Oh, mooi man. Of was het die vriend die voldoet aan het signalement? Is dat, hoezo is die vriend Feik's vriend? Hoe heet die fucking vriend? Ali Hassein Hoesan? Dat is met een Ali Hassein met een A. En dan een Hoesan erachter. Wie was die fucking vriend? Hoe heet die? Wat is een fucking burgerservice nummer? Dat voor mij is 059. Ja, kun je even gaan noteren als je bij de NSA werkte. 059-668-301. Dat is mijn nummer. En die vent dan? Die erop leek. Wat is dat van bullcrap? Dan pakken we de paragraaf daarvoor. Ik vind het wel leuk. Kijk hoe ver. Oh, fokken doen nou weer. Nee, ik ben echt in de shit, man. Wacht even. Moet hij hier weer terug naar. Scherm weer gevuld. Oh, wat is het erg. Ja, kijk, dit is ook eens een mooie. Dit was wel heerlijk, hoor. Ik kan er gewoon over blijven zeiken. Dat maakt helemaal niet uit. Want we moeten gewoon gaan beseffen dat wij als Nederlander... We hebben gewoon van onszelf uit niks meer te vertellen. We hebben... leren bukken. En ja, dat heeft dan, ja, je bukt dan. Hè, dat is dan de ene kant van de bukraket. Ik probeer het leuk te houden. Hè. Maar je moet een beetje bukken. En ja, aan de andere kant word je wel een beetje, niet gebukt, maar gefukt. Maar aan de andere kant, het bukken is wel lekker. Hè. Toch een soort van yoga. Hè. Een soort anus yoga. De orde van de bruine ster.
En dat is trouwens gejat. Het is van die leuke comedy serie. Jiske Vet. Dus de dinges van de Bruine Ster. Ook, ik lees even voor. Ook uitsmijter Bertus van de Ringo Bar. Oh nee, oké, ook. De uitsmijter heeft iets verteld op de tv. In, ja. En daarna of daarvoor vertelt hij, was hij zo beleefd om naar de politie te gaan. Om te zeggen dat hij niet kan weten wie dat nou echt precies zijn. Want hij heeft niks gezien. Hij heeft alleen maar van anderen. Ja. Ja, precies. Dus de uitsmijter weet ook helemaal niks. Dat is net als met de MH17, daar weten we ook helemaal niks. De Verenigde Veiligheidsraad, whatever, die weten allemaal niks. Nee, we weten niks. Ik wil nog even herinneren dat met de MH17 wij hadden er naartoe moeten gaan en die stoffelijke overschotten op moeten halen. En in het geval van Marianne Waastra hadden wij ons moeten afvragen waarom mocht dat meisje op er eentje op een kutfiets naar huis fietsen. Daar klopt iets niet. En als wij zo zijn van ja, we maken het ons uit. Wij steken af en toe onze duim in onze mond. En dan zegt iemand later tegen ons van, jee joh, het lijkt wel of er een aardappel in je broek zit. En dan kijken wij die persoon heel verbaasd aan. En zeggen, aardappel in mijn broek? Hoezo? En dan ontdek je op een gegeven moment, oh, mijn duim zit in mijn kont. Het ziet er gek uit, snap je dat? En een duim in je mond ziet er ook gek uit. Trouwens. Ik kan nog beter lurken aan. Nee, ik ga het niet zeggen. Dat is voor 8 jaar en ouder. Tijdens de uitzending van een vandaag. Dit is plagen. Tijdens de uitzending. Van welke uitzending? In 2010. Oh ja joh. Weet de uitsmijter meer. Oh, de medewerker. Hij weet zich 11 jaar daarna toch te herinneren dat de personen die de bedreiging uiten ongeveer tussen 1,50 en 1,60 meter lang waren. Nou, dat kan me inderdaad heel goed voorstellen. Hadden ze mijn dochter moeten proberen. Met haar 1,50 en 1,60. Ja. En een beetje pafferig. Ja, dat kan ik voorstellen. En hij heeft na het incident. Welk incident? Die twee pafferige. Ja, 1,60. Kom op! Kijk, wij hier in Nederland, hè, wij zijn Nederlanders. Wij zijn Teutonen. Dit zijn geen Teutonen, man. Dit zijn Lilliputters. Ja, die heeft hij dan als washandjes hangend aan de lijn opgepakt en de discotheek uitgezet, vertelt hij de verslaggevers. Ja, maar dit is alleen maar bullcrap ophangen. Want die Bertus, die wist in eerste instantie dat hij helemaal niet wist wie dat was. En later, 11 jaar daarna, plotseling wist Bertus. En wat is de achternaam van Bertus? Heeft Bertus een rijbewijs? Zal ik nog eventjes gaan vertellen dat ik dus een vrouw ken uit een gezin van satanisten. Oh, heel erg leuk persoonlijk, snap je wel? Oi, 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 oi. Ringo Bar. Ook stelt de politie de getuigen. Wacht even. Opnieuw
vraagt, opnieuw hebben wij de getuigen vragen gesteld over de bedreiging. Dat was in de Ringo Bar in Veenklooster, maar dat weten we allemaal. Ik kan nu ook even naar Maps van Google gaan, dan vind ik zo de Ringo Bar, snap je dat? Ook al is die van naam veranderd. Ik weet zo waar dat de kutapparaat ligt. Een of andere kuttent. Maar best wel leuk. Gewoon lekker lachen, man. Beetje gein maken. Het is vrijdagavond. Het weekend staat voor de deur. Ik was er denk ik nooit gekomen, hoor. Maar ik ben ook een wilde bras. Kijk hoor. Voor het incident is er een voor het incident is er een ruzie geweest bij de garderobe van de discotheek. Fuck my ass! Wat maakt mij uit dat het bij de garderobe was? Of was het bij de buitenuitgang of bij de vuilnisbakken? Een paar maanden daarvoor is er een ruzie geweest. En daar waren twee door ons betaalde vluchtelingen bij betrokken. Die mensen kwamen van ver weggistan en die hadden hier geen geld om voor zichzelf te zorgen en gingen ruzie maken met het slachtoffer. Dat hebben drie getuigen verteld. En die verklaren dat er bij de ruziezoekenden minimaal 1,80 meter lang waren. Oké, nou snap ik hem. Dit heb je met de MH17 ook gehad. Dus hier zijn ze 1,80. Pak hem er even bij. 1,80. En dan hier. Uitvergroot is goed kan. China. Dat scheelt 20 tot 30 centimeter. Ja, deze mensen, de mensen die dit soort werk maken. Kijk, mijn vader. Ik ga afsluiten, want ik vind het echt genoeg geweest. Hè. Ik vind dat ik nu jullie voldoende heb uitgelegd hoe je voorgelogen wordt door de overheid, waar jij jouw fijne BTW en je accents en vooral je loonbelasting. Betaal je graag loonbelasting? Lul! Hè, dus als jij iets gaat doen voor je buurvrouw, want dat kost een euro, dan geef je een dubbeltje om mensen dit soort bagger te laten typen. En die kunnen niet eens Nederlands. Ze zitten te liegen tegen ons. En dat vind je geinig. Dus ik moet afsluiten. Op een vrolijke manier, natuurlijk. En die vrolijkheid is, want ik ben een christen. Dus ik hang dagelijks aan het kruis. Met mij hoef je geen medelijden te hebben. Helemaal niet nodig. En het lijden, en daarmee bedoel ik dus niet zozeer met een korte ei, maar met een lange ei. Het leed. Dat is voor ons. En wij hoeven dit niet te pikken. Dat is gewoon niet waar. En je mag die mensen niet afmaken. Aan de andere kant mag het wel, maar aan de ene kant mag het niet. Maar laat je niks wijs maken. Wees gerust. Als jij de Heer volgt, als jij Jezus in je hart laat, als je weet hoe smal de weg is,
Daar heb je een vrijheid met deze boodschap. Snap je dat? Dat is een blijde boodschap. Als de overheid dit mag, van jouw centen, wat mag jij dan wel niet? Denk daar eens over na. Wat mag jij eigenlijk? Want je mag niet alles, want jij mag dit niet gaan doen. Snap je? Je mag niet zeggen, oh Perry, nou als de overheid dit mag doen, dan ga ik dit ook doen. Nee, natuurlijk niet, lul. Want dan kom ik echt achter je aan, met mijn Glock. En dat is een Duits wapen. Of ik huur een Duitser in. Maar je mag wel alles. Als je maar weet wat je moet willen. Dus wij moeten hier iets aan gaan doen. Er is geen enkele andere mogelijkheid. Dit is niet te accepteren. En wij kunnen ons niet laten voorliegen door onze gouvernanten. Want dat is onze overheid. En de overheid is toch governance. En dat is allemaal best, maar als de governance gaat liegen, wat wil je dan? Slaafje worden. Buig er maar voor over en dan ga ik kijken of ik homo kan zijn. Maar dan wel een schone anus, A-U-B. Nee, dat zei ik fout. A.U.B. Ik bedoel het echt goed. Snap je? En ik ben een christen. Een beetje vrolijke christen. Een beetje stoute christen. Lalala. Maar dat ook, ja, ga Christus niet vertellen dat hij zo'n lief jongetje was. Dat is helemaal niet waar. Dat was wel iemand die wist waar hij het over had. Nou, het allerlaatste zinnetje. Kom ik dan. Via de voice-over krijgt de kijker van een vandaag te horen dat de juist gearresteerde persoon volgens de getuigen gezien is. Wij hebben de getuigen in 2010 opgezocht. Nou zeg, dat is snel. In 1999 is dat kind omgelegd. En dan 11 jaar later, ja, dan gaan wij even kijken. Hey, jij hebt dus de correct gearresteerde persoon gezien. Oh, dat is mooi, man. Nou, de getuige vertelt dat zij 3 keer al... De getuige vertelt dat dit de 4e keer is dat zij benaderd is om mee te werken aan het onderzoek. En dat heeft ze altijd geweigerd. Kijk, ik dacht altijd, hè, als de politie bij je langskomt, dan ben je de lul. En dan ga je mee naar het bureau, dus je krijgt gewoon eten, je krijgt gewoon, maar je wordt verhoord. Door 2, minimaal. En alles wordt opgeschreven. Wat weet je? Het gaat hier om een dode vrouw. Weliswaar was ze maar 16, maar het gaat nog steeds om een dode vrouw. En weliswaar kwam ze dan waarschijnlijk in die caravan van Wolfgang Hebben. Weet ik veel. Ik heb daar geen YouTube's van. Want mijn dochter had nooit zo'n... Ik had het mijn dochter niet vergeven. Maar dat is echt heel erg persoonlijk. Omdat ik ook een dochter heb en gelukkig is ze binnenkort 17. De getuige herkent de getuige beaamt. De getuige is niet helemaal overtuigd
dat alles wat ze hoort op de videotape, dat dat wel haar eigen woorden zijn. Hè? Zij herkent enkele citaten. Niet alles. En die getuige heeft gezegd, ik heb gezegd wat ik in het verleden ook heb gezegd. En daar blijf ik dus bij. Ja, dat is dus non-info. De getuige zegt bij herhaling dat de man op de pasfoto de foto van de correct gearresteerde dezelfde persoon is als de man die zij toen zag. Een getinte, kleine, gedrongen man met een bierbuikje, een petje op zijn hoofd en een zonnebril op. Ja, want op die pasfoto stond een zonnebril of zo, hè? En een wit petje. En op die pasfoto stond ook een bierbuikje. We worden hier voor de gek gehouden. Dit is gewoon een, dat noemen ze een rode haring tot de macht Tokio. Want wat is er gebeurd? Want Marianne Vaatstra, het slachtoffer, het kind van de familie Vaatstra, uit Westeind heet dat. Dus wij zeggen Zwaag Westeinde, maar dat heet Westeind of zo. Ik kan geen Fries. Maar dat was een wifke van Dem. En die is gekeeld. Is de nek doorgesneden. En de gruwelijke details. Het heet op zijn Engels, als je dat heel erg vindt, hè, gruwelijke details. Maar op zijn Engels is het iets minder erg. Dan heet het gory details. En die ken ik ook. En geloof me maar dat dat haar moeder gelijk had met de vraag, waar is de tampon? En dat die moeder had daar een goede vraag bij. Waar is de tampon? En volgens onze overheid is die tampon, die is weggenomen door een kraai. Of een ekster. Ja, het zal wel. En zo doen we dat soort dingen af, want wij zijn Nederlanders. Kijk, Marianne Vaatstra was nog maar het begin. Dat was toch een eentje, niet aanstellen. Kom op. Hè? Hebben we nou de MH17 gehad, er waren er 200. Nou, dan kunnen we binnenkort bij 4000. Wat dacht je van de Alexanderpolder? Ik heb de vorige keer gezegd, het is maar één elektriciteitshuisje en is het woppa. En jullie begrepen mij misschien er toen niet. Maar wat ik bedoelde te zeggen, is wat ze doen, ze plannen een onderhoud van een elektriciteitshuisje aan de dijk. Of ze maken er een nieuwe. Maakt hun wat uit. En dan boren ze gewoon een diep gat. En dan vol met dynamiet of weet ik veel, thermiet. En dan is het gewoon boom. Wat denk je, jongen? Denk je nou echt dat die dijken bij de Alexanderpolder, dat die tot de eeuwigheid blijven staan? En ze doen het gewoon. Dus, het vrolijke bericht is, de evangelie. Als je in de Alexanderpolder woont, dan ben je waarschijnlijk in een waterrijk gebied. Dat is namelijk noodzakelijk. In Almere en omstreken heb je dat ook. Heel veel water. Nou, wat dacht je van een rubberboot? Nou, gewoon een rubberboot.
Door mijn moeder. Die heeft ook zo'n boterman gescoord. En die zit gewoon in Almere. En ik maak me geen zorgen over mijn moeder. Want ja, die kerel van haar, ja, die heeft een boot opgeblazen voordat jij Mississippi kan spellen. En als die dijk daar breekt vanwege een of ander exploderend elektriciteitshuisje. Ja, hij heeft dat in de gaten, ja, op tijd. Dat water heeft enige tijd nodig. En mijn moeder kan naar boven en die gaat de laatste spullen pakken. En dan, wow, en allemaal het dak op. Gewoon 1953, maar dan wel leuk. En dat kunnen jullie ook doen. Je kan allemaal naar de IKEA gaan of de Primark, denk ik niet. Maar de Action. Bij de Action kan je er wel een rubberboot halen. En als jullie morgen allemaal naar de Action gaan en om een rubberboot gaan vragen. Nou, moet je gewoon vooral lekker door blijven vragen. Dan moet je 3 maanden lang blijven vragen. Nou, you believe me. Dan ligt er bij de Action, ligt er gewoon 3 meter hoog, liggen de rubberboten. Want wij zullen onszelf in leven moeten houden. En niet afhankelijk zijn van deze... van deze wat eigenlijk? Wat is het? Want bijvoorbeeld bierbuikje. En nu sluit ik af. Maar bierbuik klopt niet. Van bier kan je geen buik krijgen. Luister nou naar mij. In bier, daar zit alleen maar een aroma in. Dat heet hop. Dat geeft een bittere smaak. En dat is het aroma van het bier. En voor de rest zit daar C2H5OH in. En de officiële naam is ethanol. Dat is een molecuul van de familie der alcoholen. Suiker is er ook zo één. Alleen suiker heeft heel veel koolstof. Dus suiker is C63H87OH. En alcohol niet. Dat is C2H5OH. Alcohol is heel klein. En van suiker kan je vet maken. Maar van alcohol niet. Dat kan niet. Dat is chemisch onmogelijk. Als je van alcohol vet wil maken, dan zal je elektriciteit moeten hebben met magneten en een of andere... Ja, ga er maar over nadenken. Maar niemand die dat wil. Waarom zou je dat willen? Als je vet wil, dan ga je avocado's kweken. Maar van alcohol krijg je geen vet. Ben jij gek? Wel is het zo dat je van koolhydraten maak je vet. Ja. En waarom doe je dat? Nou, dat doet het lichaam om dat vet op te slaan. Zodat je kan gaan bewegen en dan kan je... dat vet gaan verbruiken als energie. Als jij in die tijd, terwijl je aan de slag moet, een jonge jenever in je mik gooit om 12 uur 's middags, of voor mij wat een biertje, ja, dan verbruik je niet dat vet van die koolhydraten, maar dan verbruik je de energie van de alcohol. Want de alcohol is jouw lichaam uit voordat jij Mississippi kan spellen. En doe het nou een keer. We gaan een keer Mississippi spellen voor mij. Maak een filmpje op YouTube. En ik zeg van, nou, ik ga nu als eerste Mississippi spellen. En pak internet erbij, Wikipedia, maakt mij even uit. En dan een keertje spellen zonder Wikipedia erbij. Hè. Je wel in je eentje spelt. Maar je kan dus niet vet maken van alcohol. Dat kan niet. Wat wel kan, is dat je je balans tussen koolhydraten, suikergebruik en je alcoholgebruik, dat het niet goed
past en dan word je alsmaar groter. Dat wil niet zeggen dat het slecht is, overigens. Je mag gewoon een groot mens zijn. Als je binnenkomt, dat je boem, 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 boem. Waarom zou dat niet mogen? De lead gitarist van mijn band, dat is geen kleine jongen. En dat is maar goed ook. Hij is een soort Petrus. Een soort Boeddha staat er ook onbekend. Die was ook niet klein. En al de gezeik over een kleine getinte kleine gedrongen man met een bierbuikje. Dat klopt dus niet. En een petje op zijn hoofd en een zonnebril op. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Het slachtoffer is die dag benaderd door een aantal mensen. En die hebben haar te grazen genomen en erachter gelaten. En gelukkig hebben ze er wel voor gezorgd dat ze haar keel van tevoren hadden doorgesneden. Zodat het nog ergens op leek. En dat is er gebeurd. En onze politie, dat zijn pussies. Die is allemaal voor Vladimir Poetin. Helemaal niks. En jullie geef ik bij deze carte blanche. Ik weet dat er christenen zijn die mij dit niet in dank afnemen. En ik zeg tegen jullie, doe wat je wil. Alsjeblieft. Hou je aan de wet. Hou je. Lees je Nieuwe Testament. En doe wat je wil. Dit is echt een shooting spree. Dat is Engels. Want het is fire at your will. Het maakt mij niet uit. Maar neem ze te grazen. Maar dit mag niet. Snap je? Het mag niet, omdat ze ons kapot maken. En als wij kapot gemaakt worden, moeten wij. Ik zeg nog een keer. Als ze ons kapot maken, moeten wij. Dan gaan we naar de Chinees en koop maar een lumpia. Hey liefjes, dank jullie wel. Dit was het laatste over Marianne Vaastra. Ik ben er echt mee klaar nu. Ik wil gewoon aangeklaagd worden door... ik weet niet door wie. Nee, misschien... ik heb nog een akkefietje trouwens. Maar voorlopig was dit de laatste. Hè? Maar Ali H., dus het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Daar ben ik mee klaar. Dat snappen jullie wel. Hè? Nou, dag liefers. Dank jullie wel dat jullie het helemaal hebben uitgeluisterd. En in vrede natuurlijk. En gedenk de Duitsers, zou ik zeggen. Tjus. Dag liefers.